Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog namens alle geestelijke verzorgers van NNCZ. In deze vlog wil ik het thema zelfliefde centraal stellen. Iets wat vaak lastiger is om aan onszelf te geven dan aan anderen. Maar wel iets wat ik juist jullie heel erg gun in deze lastige tijd. Dus vandaar het thema zelfliefde. Ik heb er het een en ander over geschreven wat ik graag met jullie deel. En tenslotte heb ik een lied uitgekozen wat daar heel mooi bij past. Die we daarna ook gaan beluisteren. Maar goed, zelfliefde dus. Door deze tijd, de coronacrisis, zijn we nog meer op onszelf aangewezen. En dan merken we ook hoe belangrijk anderen voor ons zijn. Vooral door de liefde die we van hen krijgen, maar ook de liefde die we aan hen mogen geven. En dat geeft vaak heel veel betekenis aan het bestaan. Het geeft veel voldoening en ook heel veel troost en kracht. En dat kan dan dus ook echt een opgave zijn dat het nu ook minder aan de orde is. We kunnen minder in contact staan met anderen en worden eigenlijk noodgedwongen in contact gebracht met onszelf. En hoe mooi is het dan om lief te zijn voor onszelf? Maar dat is niet altijd even makkelijk. Helemaal niet in deze tijd die steeds individualistischer is geworden. Vroeger stond de gemeenschap centraal, het algemeen goed. En misschien heb je het ook wel in generaties daarna steeds individualistischer zien worden. En eigenlijk is zelfliefde ook iets egoïstisch geworden. Of zo kan het in ieder geval opgevat worden. Het geven van liefde aan anderen wordt vaak als beter gezien dan liefde aan jezelf geven. Maar vergeet ook niet dat je pas liefde aan anderen kan geven als je ook om jezelf geeft. En dat kan soms al in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld door positief naar jezelf te kijken, naar de dingen die je doet of hebt gedaan. Of te kijken waar je ook in deze moeilijke tijd dankbaar voor bent of trots op bent. Hè, dat soort gedachten kunnen de aandacht op positiviteit vestigen. Dat kan juist ook in tijden van moeilijkheden een ander perspectief bieden. En ter inspiratie heb ik daarom ook een, prachtig lied uitgekozen van Harry Jekkers. En deze versie die jullie gaan luisteren, die is uitgevoerd door Bart van der Heijden. Hij is zanger van de band Raccoon. En in het programma De Wereld Draait Door heeft hij die versie van Harry Jekkers gezongen. Het lied heet Ik hou van mij. En als we het over hebben over zelfliefde, dan is dat erg toepasselijk. En ik ben benieuwd wat jullie van de tekst vinden. Bent u het ermee eens of heeft u zoiets van, dat past totaal niet bij mij? En hoe komt dat? Waarom past het wel of niet bij u? En in hoeverre ervaart u zelfliefde en waar blijkt dat uit? En dit zijn vragen om over na te denken, met elkaar over in gesprek te gaan. Maar nu eerst gaan we naar dit prachtige lied luisteren. Ik hou van mij, van Harry Jekkers, uitgevoerd door Bart van der Heijden. Veel luisterplezier en graag tot een volgende keer in een volgende vlog. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, dat ga ik toch zingen. Ik hou van mij, heel erg veel en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan. En ik blijf bij mij, en niet voor heel even. Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd.
ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op. Ik leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel. Geef jij de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Houden van een ander heb jij alleen maar nodig, omdat je niet genoeg kan houden van jezelf. Hou van jou joh, maak die ander overbodig. Want ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf. Ik hou van jou is niet de sleutel tot die ander. Maar het is ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Wie van zichzelf houdt, ja die geeft pas echt iets kostbaars. Als die ik hou van jou tegen die ander zegt.